Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Ox. Ja zeker, we zijn er weer. We zijn er zeker weer. Rusty heeft een grote voorsprong genomen omdat ik aan het exploren was. En als je iets in een race niet moet doen... Is het exploren. Nou, ik moet echt ook eventjes de kast zo exploren nu hoor. Doe dat maar eens. Oh, eens even kijken of hier nog wat te vinden valt. Nee, niks. Of toch wel? Want waarom is deze kast slot? Nou, ik kan hem ook niet openmaken. Nou, oké, ik heb al... Ik ga trouwens denk ik even naar het tuintje van Hagrid. Ga jij eens naar het tuintje van Hagrid? Ja, dus die moet die ingrediënten gaan pakken, hè? Dus... Ga maar hoe meteen naar het tuintje van Hagrid. Heb je die trollen bevochten? Nee, dat hoeft niet, toch? Ja, die kan je inderdaad skippen. Oké, op naar het tuintje van Hagrid. Hagrid! Harige Ingrid. Ja, harige Ingrid. Oeh, die had ik niet gezien, oeps. Ja, dat probleem had ik dus ook. Ik liep er ook gewoon met mijn volle verstand tegenaan. Opperste concentratie hier. Zeker. Want je wil niet. Hallo tuintje, ik ben weer terug van weg geweest. Defendo. Ik zie niks. Oké. Oh, we hebben weer een kruipruimte hier. Gezellig. Oh jee, wat hebben we hier? Een uitdagingsschild. Oh, de flubberwurm? Een uitdagingsschild. Huh? We hadden hier een uitdagingsschild. Dat hadden we hier. En een doxie, oké. En wij hier nog meer? Nee, oké, alleen kruipruimtes. Eens even kijken, eens even zoeken. Oh, een ketelkoek. Oh nee, toch. Is dat ding hier ook? Ja, welke doden. Maar u bent... Ox, jij komt er zo meteen nog wat tegen, hoor. Ox, kom eens hier. Het is een gevaarlijke plant en haar beet is giftig. Volgt u mij maar. Oh, dat was helemaal gemeen tot de verkeerde, maar toch. Raak is raak. Netjes hoor, een C. Oh, auw. Oh nee, die meter, die moet dat ding helemaal gaan douwen, joh. Dat was het voor vandaag. De les nee, prima. Is afgelopen. Moet je die flubberworm helemaal ergens heen schieten? Ja. Nice. Ik ben hem alleen kwijt, oh, daar is die. Zit die goed? Oh nee, toch? Jawel. Nou, jij komt nog wel tegen waar ik het over heb. Zeggen, je hebt het eerder gedaan in deze game, laat ja, ik het zo zeggen. Ja, ik kan meekijken, weet je nog? Oh ja, oh. Dat ben ik niet gewend. Het leuke draaiding, lachen. Mm-hmm. Oh. Nee, Harry, niet op die... Ja, fijn dat je daar ook wil op mikken, maar ik wil graag eerst van die af. Ja, en huppatee. Sesam, open nu. Nee, dat is de... Open sesame. Kaboomie. Ah, mis. Nee, je moet er meerdere keren raken. Zonder Defendo. Oh, hier zit het Defendo kleed.
Oh. Defendo! Kijk, hoppa, ik heb hem. Plat gestampt hem. Oké, dat is zondag. Nou ja, we hebben hem. Dan kan ik het, de slijf van de flub hem gewoon oprappen. Lekker, man. Ik kan me dat helemaal niet herinneren, joh, van de eerste keer dat ik hem speelde. Zo, die is ook binnen. Oh. Wat heb jij opgeraapt? Oh ja, zeker de boeken gelezen in dat ding. Mm-hmm. Oh. Kijk, want volgens mij kan je hier verder nou niks. Dit moet een flubber. Nee, je kan hier verder niks. Maar hoe kan ik aan het zijn? Want de andere ingrediënten zijn beneden, maar volgens mij kan daar nog niet komen. Moeten we de ingrediënten niet eerst allemaal pakken dan? We zeggen dat ligt eraan, maar dus, ik zal eerst even kijken, want er is nog een plekje waar je voor bij de andere twee moet zijn. Maar volgens mij moet je daar Incendio over hebben. Incendio! Oh, Harry! Ja, daar moet je Incendio over hebben. Aha. Dus dan gaat deze jongen lekker naar bed. Maar ja, dan heb je in ieder geval een slijm van de Flubberworm binnen me. Ja. Nou, oh, Hufflepuff heeft 56 punten. Defendo. Gryffindor 125. Dat is altijd mooi. Defendo. Defendo. Kijk, ze hoort gewoon Ravenclaw of Hufflepuff met 74. Word ik nou gewoon... Oh, je wordt bijna gedood. Ja, je... Hoe kill ik die beesten? Een sterke Flipendo. Oh, een sterke Flipendo. Wacht, waar ben ik? Nee, ook niet. Waarom ben ik ineens in de weg eens weg? Dit herinner ik me niet. Zeg, ik word ineens in de weg eens weggepleurd. Nou, ik wil zeggen, maar dat is het kasteel. Ik wil zeggen, ik herinner me niet dat je met kerst naar de weg is weg moest. Flipendo! Flipendo! Wat mooi, het kasteel onder het sneeuw. Slimmer van de Flubberworm. Kijk. Hallo Ron. Wil jij ruilen? Oh nee. Nou. Ja, ik ging echt vanuit suikerbieten, Ron. Oh, ik heb de mantel. Goed zo. Dan kan ik lekker onzichtbaar zijn. Dan kan ik lekker mensen pesten. Oh, dan moet je zeker gaan sneaken, of niet? Nou, sneak... Ja, dat ook waarschijnlijk. Oh, het is een brief van Hermelien. Oh, nee. Ik heb hier geen goed gevoel bij, Milan. Oh, jee. Ja, we mogen naar de verboden afdeling van de Biep. Leuk. Ja, Hermelien, we blijven lekker zoeken terwijl jij lekker op kerstvakantie bent. Vuile bitta. Ja. Hé, wat hebben we hier? Een kistje. Kom Ron, we gaan dan eventjes lekker naar de verboden afdeling van de Biep. Doe dat maar eens. Zo, jij weet wel meteen welk boek ze bedoelt. Hij is een smarty pants, zoals Sander zou zeggen. Ja.
Welke etage was de beep ook alweer? Oh, Ron loopt mee. Oh, dat scheelt al. Zo, Ron, die had er meer pezen zitten dan Hermeline. Nee. Ik loop tenminste nog een beetje door. Nou, Ron, vertel, waar is de biep? Vrolijk kerstfeest. Rune van de oudheid, niet magische studies. Geschiedenis, toverkunst. Ik denk niet dat hier het even is wat kunsten. Dan is het zeldzaam en heel erg kostbaar. Ik denk dat het hier is. Het staat gelukkig bibliotheek bij. Ja, ik denk het. Gelukkig wel. Anders was ik echt verdwaald geweest. Oké, gewoon fijn dat jij verlamd bent, vriend. Vuile Ron. Oh, ineens. Oké, ineens. Ja, jij zag het ook. Hij kan verschijnselen. Ja. Ron kan verschijnselen confirmed. Ja, dat blijkt. Maar dan kan hij leert wel erg vroeg dan. Ja. Het is de eerste jaar en hij kan het al gewoon. Kabooming. Oh, nee. Oh, oké. Okay. Zo. We are invisible. Volgens mij staat in het boek een overzicht van recente ontwikkelingen in de toverkunst wat informatie over hem. Jullie blijven toch wel zoeken, hè? Terwijl ik er niet ben. En stuur maar een... Hi. Tot snel. Hermeline. Open die deur! Pak hem! Ik ben gezien. Hij doet locomotives. Maar hij mist, want hij is een wat amateur. Een dat jij Back. Zo wilt winnen. Maak hem af! Hoezo? Je hebt mij. Wat gaan we doen? Wat doet Phil er hier ineens? Ja, jouw keihard ownen, kabooming. Fijn, omdat Phil erin geladen werd, werd ik gevonden. Ja, dat smoes. Ja, Harry, schreeuw even lekker Flipendo, jongen. Flipendo! Flipendo. Dat verbeeld je maar. Oh. Harry, lekker jongen. Verschiet de Flipendo op een van de klassenhuizen af, jongen. Doe je goed. Lekker, Harry. Rennen. En we gaan lekker deel. Jammer. En wij zijn er doorheen. Ik heb veel er trouwens niet eens gezien. Wauw. Ja, maar want ik werd gepakt puur om het feit dat hij binnenkwam gelopen. Waarom krijg ik ineens een ding over vliegende boeken? Omdat vliegende boeken jou zo keihard in je billen gaan happen. Oeh, we zijn een beetje te ver gegaan. Sorry. Ja, de wieps op de tweede. Zo, ik heb gewoon twee keer... Ik zat naar jou te kijken. Oh. Ja, ik ben niet gesnapt of veldig, dus... Oh, de mantel gaat af. Oh, nee, ik dacht... Oh, de mantel hij gaat deed af, verschijnt. En Harry, dat boek... Ja, zie, dus het is echt confirmed dat Ron het kan. Oh, nee toch. Ik hoop dat Madame Romella niet in de buurt. Oh, en ineens is de mantel af. Maar misschien moet je de mantel uitproberen. Dan kun je naar de verboden afdeling... Waar gaan wij heen? Waar dan? Ik zie je in de leerlingenkamer. Oké, waarom is Harry's... Oké, waarom is het licht van Harry's staf ineens rood? Wat gebeurt hier? Wat was dat voor geluid? Ja, ik moet zeggen, het volgende stuk is wel lastiger, want dan... Je bent gezien. Oh, ik zag het wel, je bent gezien. Wat was dat voor geluid? Oh, oké, dat verklaart een hoop. Beter niemand zitten. Wacht, ik ben... Hè? En dat die camera ook meewerkt. Ah, er zit daar. Ja, daar zit je. Harry, mik niet op het ding, jongen. Mik op dat... Wat was dat voor geluid? Ja, daarop, ja. Oh, prettige wedstrijd, Milan. Nee, hij wordt nu ingeladen. Wat was dat voor geluid? Oh, ik ben er nog niet door genaaid. Oh, wat gebeurt hier? Nou, dat moet je zo houden.
Easy win, boys. Oh ja, tuurlijk. Ik word één keer gesnapt en... Jongen, 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 jongen. Nee. Mannen komen er goed vanaf. Oh, oké. Okay. Jackass! Dit kan je toch geen... Hé, Merlin, wat laat je me allemaal doen, joh? Als ik nou de platten val, ben ik dood. Ja, daar ging Hermeline ook voor. Hermeline is Voldemort confirmed. Ja, zij werkt gewoon voor hem. Precies. Een tovenaarskaart. Nee, ik wil zeggen, als je hier nou te pletten valt, zo en Milan, dan ben je echt gewoon, dan hoef je volgend jaar niet meer terug te komen. O, sesam, open nu. Ja, zodra je die kussen hebt gehad, ben je net je mantel kwijt. Lekker rustig. Ja. Een pompoentaartje. Lekker man. En nog een pompoentaartje. Hallo. Hi Harry, wil jij klimmen? Alweer die stomme geesten. Ja, mijn favoriete enemy. Ik dacht dat die wolven ondertussen waren wel geworden. Nou, die vielen best mee, want die zaten niet zo de hele tijd op mijn gezicht. Oh ja, zo op die manier. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je liet hier meer... ze vielen je wel meteen aan, maar ze zitten niet meteen... Als ze je hebben aangevallen, lopen ze ook meteen een stukje van je weg. Precies. Hallo? Oh. Okay, waar is die andere geest al daar? Je moet het maar weten. Ja. Oh ja, want nu is de spring helemaal niet gevaarlijk meer. Nee, dat bedoel ik. Hey. Dood? Oh nee, Rusty loopt vast. Rusty, hoe durf je vast te lopen? Oh, je bent er weer? Ja, ja, ik wil zeggen, hij was ineens vastgelopen. Ja. Oké, ineens is er een Sponsifico ding. Ik dood geest en ineens kunnen we Sponsifico. Harry, hoezo pak je hem dan niet vast, jongen? Taffes. Moet ik alles opnieuw doen, maat? Nou, gefeliciteerd. Nou, ik wil zeggen, ik mis nou eigenlijk iets. Wat een kutspel. Nee, dat niet, maar... Oh, dat je zo wil winnen, nee, maar dat komt... Dat zeg ik alleen als het door luck is. Nu is het gewoon doen. Nee, ik bedoelde eigenlijk iets van wat ik nog moet krijgen, dus... Een bezem? Nee, dat niet. Ik ben eventjes... Nou zit het helemaal verkeerd. Die hier... Nee, die zat wel goed. Die hier en jij daar. Nee, een van die geluidseffecten die ik nu moet krijgen. Mm. Nou, ik... Lek! nee, dat is gemeen. Ik zie niks. Wat is het voor camera? Rusty, kijk dan. Hoe moet ik dan zo winnen? Ja, ik had het probleem net ook. Dat is echt klote. Wacht, jij bent er gewoon naartoe gesprongen? Of ja, had je de flippendel al geraakt? It. Oh nee, dat had ik al gedaan. Ja, ik viel van ongeveer de bovenste verdieping net, hè. Oh, dat is echt klote. Dat is echt klote. Ligt er nou een sprookenboek? Hier, kijk, zag je dan weer wat er gebeurde? Maat! Ging dat platform nou gewoon naar beneden? Nou ja, dat kwam omdat ik... Wat is dit voor... Dat vind ik echt super kut. Ja, die camera wil niet draaien. Ja, dat is op zich... In theorie is dat nog niet eens zo heel erg. Als ik dan gewoon de jump gewoon haal. Maar als ik de jump al niet eens meer haal dan... Nee, dan is het ook gewoon niet te doen. Kijk, hoe kom ik hier naar boven? Nee, Harry, niet... Nee, niet... Hier, Harry. Weer! Wat de... Nee, dat is inderdaad een beetje bizar, hè. Ik denk dat ik de eerste Harry Potter game ga verliezen. Ah, joh. Oh, nee, het is tijd. We moeten stoppen. Oh.
Ah, nee! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.